Goedemorgen, het is zondag en oh, ik heb voor het eerst in een week of zo weer goed geslapen. Mits lag lekker bij me. We lagen gewoon heerlijk in ons fijne bed. Alhoewel ons bed echt niet super fijn is, maar in vergelijking met waar we op lagen voelde het echt de hemel. En vandaag moeten we nog een beetje verder met het huis opruimen en dat soort dingen. En ik zal straks eventjes laten zien wat ik nog voor de little girl in the belly heb gekocht. En natuurlijk even hoe het nu met de verbouwing staat. Ik ben in ieder geval weer een stuk frisser dan gisteren. Ik had gisteravond echt heel erg last van maagzuur. Dus ook voor het eerst. Brandend maagzuur. Het schijnt er allemaal buiten wel, jongens. Maar ik heb dat gewoon met Niels niet gehad. Dus ik moet er gewoon een beetje aan wennen. Maar ik lag op tijd in bed. Ik heb heerlijk geslapen. Gevallen worden hoop ik snel minder. En ja, we gaan natuurlijk vandaag nog wel even naar buiten met Niels en zo. Misschien even een stukje fietsen of zo. En ja. Dan wordt het een soort mini-vlogje. En ondertussen kijken we even de vlog van het eerste deel van de vakantie samen. Ik wil nog even laten zien wat ik nog heb aangeschaft tijdens de vakantie. Het is allemaal van Next volgens mij. Via Zalando. Dit fantastische unicorn jurkje. En ja, ik heb een beetje gevarieerd in maten. Maar deze vond ik ook te leuk. Little Sister, nou die is zo cute. Heel dun truitje. Dit ontzettend fantastische pakje. Een beetje oud roze. En mochten we nog naar een festivalletje gaan, dit fantastische jurkje. En zo ziet de kamer van Niels er nu uit. Die muursticker gaat eraf. Deze muur is nu behangklaar gestuukt. Dus, want we hebben namelijk... Hallo? Deze muur is behangklaar gestuukt. Maar we hebben overal hebben we van dit soort behang. Dit soort behang van dat glasweefsel. Glasvlies, glasweefsel. Glasweefselbehang. En behalve in de woonkamer, daar is het glad, zeg maar. Maar we dachten, dan is het dus heel raar als je ineens in deze kamer op één muur dat niet hebt. Dus vandaar dat we het niet helemaal hebben laten stukken. Dus deze muur gaan we schilderen. Behangen dan schilderen, zeg maar, glasweefselbehang. En ik denk dat hier de bergen opkomen. En we gaan zo meteen even naar de IKEA. Want dan gaan we hiervoor kijken. Want ik wil hier dus eigenlijk van die... Nou, een lager kastje, dan een hogere kast en dan nog een lager of zoiets. Zodat hij wel voldoende opbergruimte heeft. Maar we zitten hier met een kachel en een raam. Dus dat vind ik anders ook niet mooi. Dit gaat natuurlijk gewoon naar de babykamer toe. En dan in de hal. Het is natuurlijk nog een beetje een rotzooi vanwege de vakantie. Heeft... mijn oma heeft nu dit al geschilderd, maar moet nog één keer een laagje. Nou, de Sukkerdoor heeft dit ook weer netjes recht gemaakt. Alleen moeten we even kijken, want hier gaan we kasten voor doen. Hier ook, dit hele stuk wordt kastenwand, zeg maar. Maar om het hoekje moeten we natuurlijk wel nog iets doen. Dus moeten we even kijken hoe we dat gaan aanpakken. Dat. En dan deze deuren moeten dan ook verder nog geschilderd worden. En dan komen we op de babykamer. En deze muur is dus ook helemaal behangklaar nu. Daar zit een lichtpunt voor de wandlamp. Want we hebben hier in het plafond geen lichtpunt. En dan hebben we hier nog stopcontacten. Nou ja, goed. En dan even kijken hoe ik het nou ga doen. Ja, let niet op de zooi, want dit is natuurlijk even ons rommelhok. Of hier de commode en daar de kast of andersom. Ik denk eigenlijk andersom, want ik denk dat ik het mooier vind om in het licht de commode te hebben staan. Dus dan komt hier de commode en dan hier de kast. En dan komt aan deze kant het ledekantje. Het enige is dat ik wel zat te denken, ja dan is het wel bij de elektriciteit. Dus het kan ook nog zijn... Dat ik zeg,
Hier het ledikantje. Hier de commode. Maar dat weet ik nog niet. Dus dat. Oh ja, en het plafond is ook gestuukt. Dus ja, dat gaat eigenlijk best wel snel. Maar er moet ook echt gewoon nog mega veel gebeuren. Dus we gaan zo even naar de Praxis. Want de verf voor deze dingen op. Dus we moeten even nieuwe verf voor kopen. Nog wat afplaktape. We hebben in de berging nog best wel veel van dat glasweefselbehang liggen. Dus dat wil ik even checken. We moeten ook een stuk vloer opnieuw doen. Want we hebben hier natuurlijk, hier zat een muur. Dus daar moet nu iets komen. Maar hier is het ook een beschadiging. Dus een stuk moet opnieuw. Want ook hier, net als aan de andere kant, hebben we natuurlijk ook ineens. Dus hier moet gewoon een deel van de vloer opnieuw gedaan worden. Dat doen we zelf. En dan natuurlijk weer gewoon plintjes en zo. Dus dat moet ook nog. Ja, maar daar hebben we ook nog wel deels beneden liggen. Dus ik moet even gewoon kijken wat we nog beneden hebben liggen. We hebben volgens mij ook nog verf. Dus ja, we gaan eventjes om de slag. Hup, hoep. Ja. Ik zal even laten zien trouwens hoe groot mijn buik al is. Hallo. Wij zijn in IKEA. En we gaan voor dat soort kasten daar, die blauw maar dan in wit, voor een nieuwe kamer. Ik zal even precies uitpuzzelen welke. Ja, die dacht ik ook, ja, die wolk. Een wolkje voor de buitenkamer. En Niels is daar lekker aan het spelen met een meisje. Even bij de Praxis. Behanglijm en zo. Heel gedoe allemaal. Hij is nu een beetje moe, we moeten echt naar huis. We hebben bij de IKEA gewoon. Even gekeken wat we allemaal nodig hebben. Dat ga ik gewoon bestellen. Want we kunnen het nu gewoon. Ik kan niet tillen, dus ik kan het niet allemaal alleen door zelf doen. We zo nog proppen, dus we gaan het nu afwijken. We zijn inmiddels weer thuis en het is ook alweer 3:30 of zo. Ik zit op de bank. Ik ben echt gebroken. Ik ben ondertussen een beetje aan het kijken voor gordijnen en dat soort dingen allemaal voor de babykamer. Ik was bezig met die kasten van de IKEA om er eentje samen te zetten, maar ik ben er toch nog niet helemaal over uit. Los daarvan werd het een vrij prijzige kwestie. Maar zeg maar, we hebben zeg maar, je wil eigenlijk, er zit een raam en een vensterbank en de commode is precies op de goede hoogte. Maar de opties qua kasten zijn zeg maar of een stuk lager of nou weer net 10, 20 centimeter te hoog eigenlijk. Dus ja, de vraag is, wil je dat dan? En welke van de twee dan? Dus ingewikkeld zijn het even aan het fietsen op de, of in de badkamer. En ik probeer wakker te blijven. Ik ga nu even een stukje, Modern Family kijken. Op de bank in de hoop. Wakker blijf. Maar echt, ik ben zo blij met de nacht van vannacht. Dus ik denk dat als ik van gisteren, van afgelopen nacht. Dus als ik dan vannacht weer goed slaap, dan denk ik dat ik wel weer een beetje boven Jan ben. Maar ik heb alweer weken dat ik moe ben tussen de middag sowieso hoor. Ook als ik goed slaap. Dus. Goed. Het is een spectaculaire vlog. Maar dat had ik ook voorwaarschuwd, hè. Dit is een vlog van één dag waarin niet zoveel gebeurt. Maar dat halen we volgende week wel weer in, toch? Wij zitten eigenlijk op de bank. Niels ligt in bed. En ik ga even Temptation Island terugkijken van de afgelopen 2 weken. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. En Sven gaat het filmpje kijken. Maar dan zitten we wel zo. Ik kan nooit echt helemaal comfortabel meer zitten, maar. En we hebben een proefdruk van het geboortekaartje. Zo leuk. Hebben we op vakantie besteld. Een vriendin van ons die is grafisch ontwerps en die heeft hem gemaakt. Net als het geboortekaartje van Niels. Dus ja, dat is, was heel leuk om die in de post te krijgen. En nu gaan we even relaxen. Mijn make-up eraf gehaald. Ik heb lekker mijn gezicht gescrubbed en gesmeerd en gedaan. En nu even zitten.
En dit is ook heerlijk aan weer thuis zijn. Kleine pluizenbol op mijn schoot. Hier een hele drukke baby in de buik. Hij is me helemaal rotschopt. Ja, je kunt het denk ik niet zien, de placenta zit ervoor, maar van binnen. No mittens. En temptation. Zo, het is nog helemaal nog niet eens 10 uur of zo, maar ik ben gebroken. Ik ga gewoon lekker slapen. Ik moet gewoon echt even hopen op een paar nachten goede nachtrust. En dan ben ik er weer bij. Morgen weer werken na 2 weken vakantie. Heel veel zin in. Hele drukke week, maar wel heel leuk. Ik wilde eigenlijk ook nog gewoon vandaag even alvast me weer een beetje inlezen en zo. Maar who am I kidding? Ik ben blij als ik überhaupt de dag een beetje leuk doorkom. Met nieuws en alles wat er nog in huis moet gebeuren. Maar ik zie wel een beetje op tegen de hele dag in kleren. Want het zit gewoon zo niet lekker. Zo gek. Ja, ik blijf maar zeggen. Ik vind het zo gek dat mijn zwangerschap echt heel anders is dan met Niels. Maar goed, ze is heerlijk aan het bewegen. Dus dat is ook heel fijn en gezellig. Morgen gaan we weer naar de verloskundige. En Niels gaat mee. En we hebben nu iemand. Het is gewoon een praktijk, zeg maar. En er zijn een aantal wisselingen geweest van mensen. Maar dit is iemand die we... zij is erbij geweest bij het eerste deel van mijn bevalling. Volgens mij tot... Ze volgens mij om 7 uur 's avonds. Dus vanaf 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds heeft zij... mij begeleid. En toen ik echt naar het ziekenhuis ging, toen was het ook de shift overdracht naar een andere verloskundige. Dus ze heeft ook echt het eerste deel van de bevalling meegemaakt. Dus heel leuk dat zij Niels ook even kan zien. Dat wilde ze ook graag. Dus Niels gaat eventjes mee. En dinsdag ook weer How to Talk to Kids. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik heb mijn beste vriendin nog niet gesproken. Die is vorige keer voor mij geweest. Dus ik moet nog even kijken of ik nog ergens lukt om haar te spreken. En ik hoop echt dat ik volgend weekend wat meer energie heb om jullie lekker mee te nemen. Volgend weekend is Sven er niet van vrijdag op zaterdag. En ook pas zaterdag pas laat thuis. En dan ga ik met mama alvast een beetje beginnen met klussen hier. Dat wil zeggen dat ik probeer... Oh, weer niet scherp. Hij is een beetje moeite met scherp zijn vandaag. Hij voelt gewoon met me mee. De camera voelt met me mee. Hallo, is wel scherp. Hallo. Ja, we zijn er weer. Dat wil zeggen dat zij het meeste... Nou, hij is weer niet scherp. Zij het meeste werk gaat doen. Super lief. En dat ik ga helpen. Ik vind het heel lastig om dit soort dingen niet zelf te doen. Maar goed. Dus dat voor volgende week. Ik ben niet meer scherp. De camera is niet meer scherp. Ik hoop dat jullie dit mini-vlogje toch leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd... Doe dat dan vooral, dat zou ik fantastisch vinden. En kijk vooral ook eventjes mijn vakantievlogs terug. Ik heb er nu 1 geëdit. Dus de 2e ga ik deze week doen. En die hebben jullie als het goed is dan nu al kunnen zien. En ze staan in ieder geval online mocht je benieuwd zijn. En super bedankt nogmaals voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!